De hoofdverdachte van het 8 december strafproces, Daisy Boutersen, moet door de rechter vrijgesproken worden van alle rechtsvervolgingen. Dit heeft zijn advocaat Erwin Kanhai vandaag bepleit bij de voortzetting van het proces. De raadsman meent dat zowel het Openbaar Ministerie als de Krijgsraad zelf niet ontvankelijk zijn om een uitspraak hierover te doen. Kanhai stelt dat Boutersen, die toen de leiding had van het land, geen blaam treft omdat Nederland duidelijk bezig was een invasie te plegen in Suriname. De overheid was volgens de advocaat daarom genoodzaakt in te grijpen. Het organiseren van het ten val brengen van Boutersen. Bovendien, u hebt zoals Van Westerlo het interview heeft gehad met Bas van Tussenbroek. En daarna hebben we de oorlog gehad, de vuile oorlog, de Binnenlandse oorlog. Dat helemaal was gefinancierd door Nederland. Daar is er genoeg materiaal voor. Maar dat was in dit proces op dit moment niet aan de orde. Wat wel aan de orde was, zoals Bas van Tussenbroek dat heeft aangegeven in een heel vroeg staat, 1993 volgens mij is dat artikel verschenen van Westerlo. Daar staat het duidelijk in wat de opdracht was van Rambukus, was om Boutersen om zeep te brengen. Minister Jommer stond daar met shotguns, alles was gepland. En Bas van Tussenbroek is later weer opgedoken in die vuile oorlog als adviseur. Wat was Nederland van plan precies? Op het moment, in december 82, wat was Nederland van plan? Nederland was van plan om een regeringsteam te formeren die zouden voldoen aan hun aspiraties en niet aan de aspiraties van dit volk. De advocaat van de nabestaanden Hugo Essert is niet onder de indruk van het pleidooi van Kanhai. Hij vindt dat het betoog van Kanhai vrij zwak was. Samenvattend vond ik het juridisch gesproken een vrij zwak betoog. En lijkt me dat de auditeur militair het niet al te moeilijk zal hebben met dit betoog. De markante punten van het betoog waren eigenlijk voornamelijk een politiek verhaal. Hierin bestaande dat de verdediging van de heer Boutersen heeft gesteld dat er wel degelijk een coup gepleegd zou worden in december 1982. En eigenlijk heeft hij zelf het woord coup niet eens gebruikt. Een invasie zou gepleegd worden met honderden doden tot gevolg. Dat is eigenlijk de hoofdmoot van zijn verhaal. Dat werd aangestuurd door Nederland en door Amerika. En de militaire leiding zijn eigenlijk helden, want zij hebben die invasie voorkomen. Nogmaals, dat is wat mij betreft puur politieke praat zonder enige juridische relevantie. Hugo Essert, advocaat van de nabestaanden, vandaag na afloop van het 8 december strafproces. Volgens hem was het pleidooi van Erwin Kanhai, de hoofdverdachte Daisy Boutersen vandaag heeft verdedigd, zeer zwak. Kanhai vraagt vrijspraak voor zijn cliënt.